Hallo, goedemorgen. Het is maandag vandaag en we beginnen de dag met een leeg strand. We zijn vandaag helemaal als eerste op het strand. Zelfs Jola is erbij. Knap hoor. We gaan de zonsopgang bekijken. Ik geniet even mee vanaf hier. Gewoon niet ouder dan een paar dagen of niet ouder dan een week. Ik ga nou altijd op basis van die foto. Oké, we zijn onderweg naar Cala del Fel. Ha! Zoiets ja. Cala Fel. Oh, Cala Fel. En we gaan rodelen. Rodelen. Heel erg benieuwd. Superleuk. Superleuk. In Oostenrijk was het in ieder geval leuk. Ja, maar dit is heel anders. Plus teppen. Dat was in de sneeuw. Dit is gewoon in een baan. Wat? Ja, dit is in Cala de Fedel, hè? Toch? Cala Fel Slide heet het. Cala Fel Slide. We gaan naar de Cala Fel Slide. Mam, denk nou niet. Oh nee. Ja, dat is niet denk nou eens een keertje, alles gaat goed. Want Bas zit achter het stuur, inderdaad. Ja, maar kijk hoe smal het daar wordt, jongens. Bart die vroeg eventjes, kan iemand die zwanger is eigenlijk wel in? En toen zeiden ze, nee, eigenlijk is dat niet de bedoeling. Want ik hoorde het al, je tikt heel erg. Dus het gaat echt zo tik, 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 tik. Dus dan vind ik het eigenlijk ook een beetje eng. Dus dan doe ik het gewoon niet. Dan kan ik weer even filmen. En we hebben besloten om wat te gaan eten in Cala Fel. Het is best leuk hier. Niet zeggen het dorpje op de kaart, maar het ziet er eigenlijk wel heel leuk uit. Welke kant gaan we op, Jola? Die kant? Ja, die kant. Die kant. Het ziet er best nog groot uit. Ja. Goeie keuze, joh.
Dit ja, winnen of leren. Jola heeft weer heel wat kunnen leren vandaag. Ze heeft weer een smakker gemaakt bij het rodelen. Maar ik ben wel door blijven zitten. Ja, ze is gewoon weer verder gegaan. Vind ik heel knap. En je bent er wel harder van geworden, joh. Laat die andere plekken zien, ga staan. Want Jola heeft gisteren ook gevallen in het zwembad. Nou, het is gewoon zo zielig. Overal heeft ze... Want je hebt de knieën laten zien. Laat je knieën zien, je ogen op blauwe plekken als het mishandeld wordt. Ja, het is echt de camping life. Dit is het Mudmasters survival. Jan, ga jij even kijken? Ja, we gaan even kijken wat we gaan bestellen. We zitten bij een hele gezellige Italiaan. Lekker bij het speeltuintje. Leuk voor Jola. Ik heb mokka smaak. En welke smaak heb jij? Ik had hierboven vanille en mango. Oh, mango is ook lekker fris, hè? Ja. Lekker van genieten, hè? Nou, dat doet ze wel. Meer kan niet, toch? Met dit uitzicht. Lekker. Morgen gaan we lekker uitslapen met z'n drieën. Ik? Nou, ik wel. Ik heb een siesta gedaan. Oh ja. Oh, je hebt vanmiddag even een half uurtje geslapen, ja. Ik mag een half uurtje eerder. Ja. Ja hoor. Het is allemaal echt, hè, dit. Mijn korstassen, Nike's, Adidas, Superstar. Hebben ze jouw maat? Ja, beter te groot dan te klein. Je ziet een beetje aan de grote kant. Maar kijk, en wie ligt er weer te slapen? Nou, helemaal uitgeteld weer. Jeltje. Goedemorgen. Bart gaat even rijden met vrienden. Ja, moet gebeuren. Goed, schat. 10:30. Later. En ik zeg jullie... Later. Later. En ik zeg jullie alvast even gedag, want Jola die is helemaal ingestoord. Die ligt al lekker in de tentje. En ik zelf ben ook best wel end of order voor vandaag. Dus... Dankjewel voor het kijken en tot morgen maar weer. Dan weer een nieuwe dag en dan gaan we weer gezellig naar Tarragona, naar de Romeinse toren.